De gemeenteraad van Goes neemt 14 juni tijdens een extra vergadering een definitief besluit over de komst van een spoorbak in het centrum van de stad. Deze spoorbak moet de geluids- en trillingshinder van treinen dwars door Goes verminderen. De discussie over een oplossing voor de hinder door een groeiend aantal goederentreinen loopt al bijna 10 jaar. De 250ste editie van de Wereldregio ligt vandaag in de winkels in de gemeente Schouwen-Duiveland. De gratis af te halen krant brengt nieuws uit de gemeente. Naast gemeentenieuws is de krant gevuld met achtergronden en thema's als ondernemen, historie, welzijn en sport. In augustus bestaat de krant 5 jaar. Het popfestival Vestrock in Hulst is uitverkocht. Het festival wordt gehouden op het eiland in de Zeeuwse Buitenvest aan de rand van het centrum. Vandaag is er een dag voor kinderen, morgen wordt het festival voor volwassenen gehouden. Onder andere Ali B, Nick en Simon en Gers Pardoel en de 14-jarige Zeeuwse zangeres Shema treden op. Tijdens Vestrock zijn er ook lezingen over duurzaamheid. Heeft u tips? Bel ons of mail.